wel. Ik vind het ook goed. De volgorde van de ontsteking heeft hij zitten drommelen. Gaf hij mij een briefje van zo moet je weer aansluiten, anders doet hij het nooit meer. Zo, die doet het niet meer, zegt hij. Theresa die zou jou naar huis toe brengen, want ik zou dan de garage bellen en zeggen, dat ding is niet goed en er moest toch nog gebeuren, weet je wel. Dus dat kwam vandaan. Maar we zagen ineens achteruit naar lichten. Ik weet niet om dat in te Het enige wat was, toen ik hem startte, hing het ruitenwissers aan. Oh. Dank je wel. Nee, nou. Wat Nou, dat weet ik niet. Hij was alleen weg gisteravond. Ja.
Hebben we nou maar mee omgezaagd? Dus bij de vrienden op tafel. Ja, nu... Kom geen wel. Ja, anders in die land met die kraag. Die op de sport dat soort. Ja. En hier heb je het. Ja, dit is wel ergens in de bosjes, toch? Nu? Dit is een auto. Ja. Even kijken, dit was ook nog wel groot. Je hebt hem niet meer nodig. Dat is vast te mij. Ja, er komt nog een aas in de super eten. Oh nee, het smaakt wel heel niks. Oh, die was nee, die was niet. Wat wil jij? Koffie? Dat is daar tegen je kunt, maar je kan dat vandaag eigenlijk al zien. Dus toen ik rust zo, maar hij is niet gedronken. Maar we hebben toevallig gisteren niet gedaan. Oh, de kleur is veel beter, maar de onderdeel is leeg gezakt. Dus dat is dan weer ontzettend hard. Nou, die kleur zit erin. Ja. Nee, het is verrassend. Toen de wapperaar te wachten, toen was jij even in de klas. Oh, dat is wel weer een klas. Oh, vreselijk! Wat heb je die platen dan? Bij de kleuters achter. Ja, dat is niet zo. Zie je al de kleuters omheen. Daarom gaat die kleuters maar. Dat is dan. Dat weer weg was, is niet voor zijn. Ja, joh. Dan heeft de hele school zeker heeft gedaan. Die koolraad, joh. Die gaat 2 minuten. Ik vind het zo. Ik ga straks een wedstrijd houden. Welke is het? En dan gaat het ook. Ineens weer wat te zien. Ja, dat maakt maar niet uit. Zo wakker. Ik vind jou wel maar niet tegen. Ja, nee, maar ja, dat is heel gezellig. Als je als ik even voor hem stil, dan is stil. Ja, maar dat is niet goed. Ik hoorde dat niet. Nou kwam hier niemand tegen. Ik heb het niet snel. Nee, het is heel lastig. 12 kilometer per uur. Ja. Oh, hij heeft ook dezelfde. Rood! Kees! Kees!
zak. Dat is
alleen een vrouw. Ja,
erop zitten. Ik zie hier voor een heleboel kinderen zitten die weten precies hoe het moet. Ze zitten keurig stil te wachten. Dat vind ik heel erg knap. En jongens, goedemorgen allemaal. Jullie zitten er allemaal helemaal klaar voor, want er gaat vanmorgen echt iets heel bijzonders. Want vanmorgen heb ik op het schoolplein een oude man in een scootmobiel zien zitten. Nou, die ging volgens mij wel met 100 km per uur de bocht. Heleboel kinderen erachteraan. Die meneer, die kennen jullie, ja, want dat is... Helemaal goed. Nou, luister, waar is meester Kees, jongens? Meester Kees, die is niet gewoon jarig, dat had je wel gezien. Maar hij was... Ja, dat was een beetje bijzonder, hè? Want toen we op het schoolplein kwamen, wat zagen we toen? Weet jij, wat stond er op het schoolplein? Jij weet het niet, jij weet het wel. Jij weet het, vertel eens dan, wat stond daar? Slingers. Slingers, en wat nog meer? Slingers. Hij weet het niet meer. Nou, jij weet het al. Zeg het maar even. Je zit iets te ver weg. Ballonnen. Ik heb ook een auto gezien. Jullie ook? Zo'n wit autootje. En daar zit hij altijd in, hè? Naast nog een andere meneer. Die ken ik niet zo goed. Maar dat autootje... Dat autootje, daar stond ook iets bovenop, hè, nu. Ja. Daar stond een... Een pop, hè. Zo'n pop, dat noemen we een... Abraham, want als je 50 bent geworden, dan zeg je, hij heeft Abraham gezien. Nou ja, meester Kees heeft Abraham gezien. Nou, daar zijn we heel blij mee. En daar hebben we een pop van gemaakt en die zit op de auto. En dat is de auto van meester Kees. Moeten we maar weer zien hoe die vandaag moet werken, hè? Want dan moet je ook weer mee weg kunnen rijden. Goed, maar meester Kees is er nog niet bij. Zullen we hem eens roepen, misschien dat hij dan komt? Laten we maar eens proberen. 1, 2... Dat heeft hij niet gehoord. Nog een keer. Zien jullie al wat of niet? Nou, nog één keer dan. Nou, iets harder. Hij komt eraan hoor. Ja, hij is een beetje oud, hè. Dan hoor je niet meer zo goed, hè. Nou, we beginnen natuurlijk als iemand jarig is met zingen. Er is er een jarig, allemaal. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. We vinden het alles zo fijn en blij, en daarom zingen wij, blij, 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 leven lang, hoera, hoera, leven lang, hoera. Hoera! En nog een keer, hoera!
een beetje aanmoedigen. Ze moeten een rondje over het podium, langs de pionnetjes en dan komen ze hier weer uit. Je hebt Connie een hele goede schoen aan. Ja, gaat hij. Twee pinnen. En links. Rechts. Helemaal goed, applausjes. Ik heb gezien dat ze allebei even goed zijn, dus ze zijn allebei de baas. Liedje 4. En dat is niet leuk. Dat is best vervelend. Ja. Maar hij kan er niks aan doen. Maar weet je wat nou zo jammer is? Hebben we wel eens een feestje? Hallo meneer, draai jij eens om. Camiel. Omdraaien. Sander. Of Sander. Fout. Ik zie de voorkant mooier dan de achterkant. Goed, meester Kees die mag nogal graag feestjes houden. Maar omdat hij kleine voetjes heeft, vindt hij dansen zo moeilijk. Hij gaat eigenlijk nooit dansen. We hadden wel eens een bruiloft. Of wel eens een ander feestje van een collega. En dan was er een bandje die ging muziek maken en dan ging die helemaal niet dansen. En dat is natuurlijk niet leuk. Maar wij denken dat het komt omdat hij kleine voetjes heeft. Bye. Ik denk dat wij daar wat aan kunnen doen, want kijk eens wat we hier hebben, jongens. We hebben een paar schoenen. En juf Ellie weet precies welke maat het is, juf Ellie. 48 of 49. Dat is ongeveer 10 meer dan wat hij zelf heeft. Dus dan zou het zo kunnen zijn dat hij zijn gewone schoenen kan aanhouden. We zullen meester Kees even in de grote schoenen zitten en dan gaat mijn charmante assistent juf Mirjam, die gaat de muziekje opzetten en dan gaan we kijken of meester Kees kan dansen als die grotere voeten heeft. Zullen we dat eens kijken? Oké. Okay. Gaat uw gang, meester Kees. Kip, maar hij is ook heel gek op andere vogels. Eén de paté. Maar hij is niet alleen gek op vogels, maar ook op. Kijk eens, een heel lief schaapje. Ah. Ah. Het is nog een lammetje, meester Kip. Hij is lam. Dat schaapje.
Dat heeft meester Kees een keer gered, jongens. Dat is een heel mooi verhaal. Luister eens. Meester Kees liep in een weiland. Het was een hele mooie voorjaarsdag. De lammetjes die liepen door de wei. En er was een moederschaap. En dat moederschaap, dat liep helemaal aan de verkeerde kant van de wei. En dat moest weer helemaal terug naar die lammetjes. Maar het moederschaap zat een beetje vast aan het hek. Met dat wollen vacht. En die moest weer terug naar de lammetjes. Want die lammetjes die snapten niet dat die moeder bleef. En meester Kees, onze grote dier, die dacht van, dat ga ik even regelen. Hij had zo'n grote laarzen aan. Trek je de laarzen even aan, meester Kees? Nou, je kunt het proberen, maar meester Kees had die grote laarzen aan. Want ja, als je door het weiland loopt en gras is wat natter en zo. Dus, hij dacht, ik ga dat moederschaap even redden. Ja, echt waar. Ik ben blij dat jullie hier zijn. Ja. Weet je, jij zegt net, het is alweer vrijdag, dus de sokken die stinken nu van je. Morgen gaat die tonnen weer wassen, denk ik. Goed. Maar goed, ik ga mijn verhaal afmaken. Luister maar, meester Kees die stond in dat weiland en die zag dat schaap daar vastzitten aan dat prikkeldraad. Voorzichtig. Actie. Voorzichtig maakte hij het schaap los. En het schaap, dat wou niet luisteren naar meester Kees. Schapen zijn hele onwillige dieren soms, hè. Maar meester Kees kreeg een heel goed idee. Hij pakte het schaap met beide handen op. En hij zette de achterpoten van het schaap bij zijn laarzen in. Echt gebeurd, we laten het hem even naspelen. Oh ja, nou kan ik het wel ineens niet meer aan. De achterpoten van het schaap, want meester Kees is zo sterk, die kon het schaap optillen. En hij duwde het schaap terug naar waar hij naartoe moest, naar zijn lammetjes. En dan mag u hetzelfde rondje lopen als we het gelopen met het skis, meester Kees. Ja, en duw hem maar met dat schaap, meester Kees. Duwt hij dat schaap maar. Ja, kijk, zo ging dat. Meester Kees duwde het schaap terug naar zijn lammetjes. Nou, dat is er toen gebeurd. En dat vonden we zo mooi om even te laten zien. Dat we dachten, dat moeten we aan de kinderen laten zien. Zo grote dierenvrienden, meester Kees. En daar gaat ons laatste video over. Ja. Het laatste liedje, daar gaat ie. Oh, ben je gek op dieren? Hiepen de piep, hoera voor meester Kees, hiepen de piep! Jullie allemaal een hele fijne dag en wacht even tot je juf of meester zegt dat je naar de klas mag gaan.